Beste luisteraars, we gaan naar deel 2 van Wel geïnformeerd. Ik geef het woord aan Wesley. Ja, goedenavond beste lieve luisteraars. Welkom bij het tweede uur van het programma Wel geïnformeerd. Als het goed is, hebben wij nu onze commentator, de heer Samson, Gero Samson, aan de lijn in Paramaribo. Meneer Samson, kunt u mij horen, kunt u mij verstaan? Ik kan u goed horen, heel goed verstaan en ik moet zeggen voor jullie een goedenavond daar in Amsterdam. Natuurlijk ook voor onze goede vriend Botsen. Ja, dank u wel, dank u wel. Zondag 4 juli 2021, de 353ste dag van de regering die het moeilijk heeft. Ja, en heel moeilijk en ik zou bijna willen zeggen, bijna een jaar. Dus dat is over 12 dagen, dat is volgende week vrijdag 16 juli. Dit is er zo'n beetje zeg een jaar. En ik moet zeggen, die gasten hebben op alle fronten gefaald. Ze proberen het wat. Als je me zou vragen, wat hebben ze gedaan tot nu toe? Dan moet ik één conclusie trekken. Dat is 0,0, niks uitgevoerd, alleen maar beloven. Steeds de aandacht namelijk afleiden van mensen wanneer de mensen kritiek hebben, daar zijn ze erg goed in, maar ze zitten eigenlijk compleet vast, helemaal vast. We wachten nog op allerlei zaken die er moeten gebeuren en dan zie je, wanneer ze namelijk niet uitkomen, dan krijgen we allerlei zaken te horen waar we eigenlijk honger hier leiden met de prijzen in de winkels, waar er, zo net las ik het, in 13 uur tijd, 3 zelfmoorden zijn gepleegd naast alle andere zelfmoorden die we hebben gehad. Want mensen zien het niet meer zitten onder deze regering. Ja, kom men ons voor de gek houden met we gaan brug krijgen. We gaan brood met brug waarschijnlijk moeten eten. Want ondertussen kan ik u wel vertellen, de prijzen van de brandstoffen zijn verder namelijk opgetrokken. Maar we zien in elk geval nog geen licht in de tunnel. Als ik een licht zie, dan ben ik in die tunnel waar ik nog links, nog rechts kan gaan. En het is eigenlijk niks anders dan een trein, een aanstormende trein in een tunnel die mij namelijk tegemoet komt. Dat licht zie ik, maar ik zie verder geen ander licht onder deze regering. Vandaag in het verleden, meneer Samson. Ja, vandaag in het verleden heb ik gekregen van een luisteraar en ik ben er toen werkelijk ook over goed gaan zitten nadenken. En nou, nee. Eigenlijk de gedachte voor vandaag, hè. Ik sla het namelijk één over. De gedachte voor vandaag is in die volgorde waarin we de zaken behandelen. Maar ik kom zo direct namelijk in vandaag in het verleden. Maar de gedachte voor vandaag wil ik de luisteraars wel meegeven. Bouterse heeft het land leeggeroofd. Deze regering, ja, rooft van het volk. Dus kortweg, Bouterse heeft dit land leeggeroofd. Deze regering die rooft verder, maar rooft niet alleen van het land, maar rooft ook van het volk. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar een, ik weet niet of het fake is of niet, laat me een beetje voorzichtig zijn, maar naar Ene Bordeaux, waarvan er een filmpje over en weer gaat, dat hij namelijk een hele dure Prado cadeau heeft gekregen, namelijk van die regering. Dus dat is de gedachte voor vandaag. En als we gaan kijken naar vandaag in het verleden, dan valt mijn gedachten op SWM. Heel belangrijk. U weet, we hebben tot nu toe namelijk gehad wat men noemt de hele heisa om EBS, Energiebedrijven Suriname. Ja. Maar vandaag, voor de mensen die het niet weten, en dat is 72 jaar geleden, zeggen men dankzij Emile de la Fuente, dat was een hele rijke politicus wel te verstaan, is het zo geweest, nam Suriname voor 400.000 gulden, en dat was heel veel geld hoor, dat was je volgens mij werkelijk in die tijd, in 1949, multimiljonair, als je dat geld kon hebben, ja, die nam namelijk de aandelen over van de SWM, die toen een waarde had van 40 miljoen Surinaamse guldens van toen. En het werd overgenomen van de
Nederlandse handelsmaatschappij en de Twentse Bank die zich tegen de overname verzetten. Nou, wat is die SWM, de Surinaamse Waterleidingsmaatschappij? Is de enige. Het is eigenlijk een monopolie van een bedrijf hier, het grootste, is ook de enige nationaal opererende waterbedrijf van Suriname. En die onderneming voorziet ruim, zeg een 150.000 aansluitingen hebben ze. En ze voorzien zeker eigenlijk 250.000 mensen van drinkwater in Paramaribo en andere gebieden, zeg in de kustvlakte. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij is een naamloze vennootschap. Het is een parastataal, zoals wij die dingen daar noemen, hier in Suriname noemen, waar mensen flink hun slag slaan, moet je weten. De meeste van die bedrijven zijn op leven na dood. Ze zuigen enorm van het volk. We kunnen zeggen een type semi-overheidsinstelling. En sinds 4 juli 1949, dus 72 jaar geleden, is dus de Surinaamse overheid officieel aandeelhouder. Ze kennen een raad van commissarissen. Die ziet toe op die bedrijfsvoering. En ze leggen hierover verantwoording af aan de overheid. Terwijl het dagelijks bestuur in handen ligt van de interne organisatie. Die ligt in handen van eigenlijk een dagelijks bestuur. En de Surinaamse Raad van Ministers die benoemt de directeur en stelt de watertarieven vast. Ze maken enorm veel verlies als we het gaan bekijken, want mensen moeten drinkwater hebben. En men heeft altijd getracht om de watertarieven eigenlijk heel laag namelijk te houden. De huidige directeur is Marlon Oosterling, die er zit en... En verder kunnen we zeggen, die SWM die heeft 3 vestingen. 1 in West, Centraal en Oost. En verder elk verantwoordelijk zijn voor de distributie van watervoorzieningen. Ze hebben een aantal aansluitingen, heb ik u gezegd. Ze zitten zo'n beetje overal. En die SWM is eigenlijk op 20 februari 1930 opgericht door de Nederlandse Handelmaatschappij en de Twentse Bank vanuit Amsterdam. En de eerste vestiging van deze onderneming, voor de mensen in Nederland die het niet weten, die vond plaats toen in juni 1931 het pand aan de Gravenstraat nummer 9 tot 11 in Paramaribo werd aangekocht als kantoor. En het genoemde pand is vandaag op de dag nog steeds in gebruik als hoofdkantoor. Op 2 februari 1932 werd aan het drinkwaterbedrijf concessie verleend voor de aanleg en exploitatie van het waterleidingbedrijf voor de stad Paramaribo. En gezien het belang van deze datum voor de SWM is deze dag als herdenkingsdag gekozen. En zo werd op 2 februari 1975, het 75-jarig bestaan van het drinkwaterbedrijf gevierd. Maar vandaag, als we even gaan kijken, dan moeten we zeggen 2 februari van dit jaar, dan moet het ongeveer... Met 14 jaren erbij, dan komen we op 87 jaren. Goed, ik heb er zo'n beetje zo alles verteld. Ik kan u nog zeggen dat in het huidige overheidsbeleid is vastgelegd dat de SWM in de toekomst verantwoordelijk moet zijn voor de productie en distributie van drinkwater in die gehele regio. En mij is toevertrouwd, ze krijgen absoluut geen subsidie, maar ze maken elk jaar enorm veel verliezen, want ze zijn verplicht van de overheid uit eigenlijk water te leveren aan de bevolking onder de kostprijs. Met die verstande dat mensen die het kunnen betalen, ja, een heel weinig water betalen. Prijzen van 17 gulden per maand was namelijk alle hele tijd heel normaal, of is nog steeds eigenlijk heel normaal. Maar als je met mensen praat, dan hoor je dat ze zeggen, men is bereid te betalen. Men is niet bereid te betalen voor die boevenbende die EBS hier... die EBS heet, ja, en waar men eigenlijk geld... gewoon zit te plukken uit de zakken van de mensen. Maar men is wel bereid om voor waterleiding te betalen. Alleen de overheid, die regering van Santokki, die heeft tot nu toe eigenlijk geen beslissing daarover genomen. En ze laten het bedrijf gewoon bordsudderen. Warempel met een aanzienlijk verlies van rond de 11 miljoen gulden per jaar.
Ja, ja. En ze worden niet gesubsidieerd door de overheid, de SWM? Nee, EBS wel, maar SWM zeker niet. En ik heb het nog geïnformeerd. Kijk, we gaan niet aan fake news doen. En voordien trekken we onze berichtgevingen natuurlijk goed na. Het is de absolute waarheid die door radiozenders van Radio Tamara moet gaan. Ja, en mij is namelijk verzekerd door mensen die bij SWM werken en het kunnen weten, hebben ze me gezegd, Samson. Het vervelende van is, men geeft dat bedrijf allerlei schuld, maar ze worden absoluut niet gesubsidieerd. En ik weet het ook, want ik heb toentertijd met meneer B. namelijk een bezoek gebracht aan het bedrijf. We hebben gekeken naar de cijfers. En ik kan u zeggen, het is intriest. Ik heb ze ook toen ook medegedeeld van, het kan niet zo doorgaan. Ik moet ook zeggen, de econoom Westen Ramotarsing, die was er ook bij. En we hebben de directie ook gezegd van, ze moeten het aankaarten bij de overheid, dat die prijzen niet zo kunnen blijven ver onder de kostprijs. En dat zij in feite lopen te subsidiëren. Op een of andere manier vinden ze wel via EBS een constructie om toch dat verlies op een of andere manier te kunnen dekken. Maar dat is natuurlijk geen gezonde bedrijfseconomische huishouding. Daar wilde ik het net met u over hebben, want de verliesgevendheid wordt toch ergens uit gedekt. En ja, dat betekent dat er wel toch indirect, ja, subsidiëring plaatsvindt van het geleverde water. Ja, dat klopt. Het is een constructie namelijk waar ze bij EBS moeten betalen. En aan de andere kant dan zie je weer dat ze volgens mij EBS niet betalen. Waardoor en een flink bedrag moeten betalen. Waardoor ze eigenlijk die tekorten enorm kunnen dekken. Op een of andere manier kunnen dekken. Dus zo kan het volk natuurlijk water geleverd worden. Want ik vind persoonlijk dat elektriciteit, stroom en water tot de zogeheten strategische goederen behoren. Als ook de distributie hiervan. Ja, dat is waarschijnlijk ook de reden geweest van de toenmalige regering in 1949 om het bedrijf over te nemen. Want je kan mensen onmogelijk van dit soort van nutsgoederen namelijk onthouden. Water helemaal niet. Want je weet, het is een kwestie van 5 dagen als je geen water hebt gehad. En het is gedaan met je. Kan je vluchten naar de eeuwige jachtvelden. Bij eten kan je het iets langer volhouden als je niet hebt gegeten. Ja. Maar bij water, dat is absoluut een must voor iedereen. En natuurlijk, het moet. We hebben toen ook geadviseerd van laten we directeur geef het namelijk door. Maar ja, deze regering luistert niet. Ze weten alles beter. Ze werken met sociologen en dat soort van logen om economische problemen namelijk op te lossen. Maar we hebben ze ook voorgehouden dat in elk geval de armste groepen in die samenleving kunnen we het niet gaan maken om die prijs marktconform toe te gaan passen. Degenen die het kunnen missen, die moeten het wel kunnen betalen, want water wordt gewoon of werd hier gewoon gebruikt om gazons te sproeien ermee, auto's te wassen en al dat soort van dingen. Ik kan u zeggen, het is heel goed drinkwater. Eén van de beste drinkwater namelijk ter wereld. Ja. En dat wordt gebruikt om toiletten door te spoelen, gazons en te besproeien en dat soort van zaken, auto's te wassen. Het is gewoon eigenlijk ten hemel schreeuwend. Dus het zou aangepakt moeten worden en je zou het water eventueel ook kunnen exporteren om de vissen natuurlijk mee te verdienen. Want ik kan u zeggen, u haalt hem zo uit de kraan, u kunt hem zo drinken in vergelijking met het water van jullie daar in Amsterdam. Even, meneer Samson, even, want we blijven bij het volk, koopkracht, brandstofprijzen gaan omhoog, maar de bustarieven mogen niet omhoog. Ja, dat hebben we gehad, we zijn verrast. En om de aandacht waarschijnlijk ook af te leiden, hebben ze de lockdown in het weekend opgeheven. Niet alleen daarom, want er zit ook een adder onder het gras van deze minister van Volksgezondheid, waarvan ik u heb gezegd, hij voert een etnisch soort beleid waar geen mensen, niemand geen touw aan kan vastknopen. De man is dokter, maar hij weigert. Hij wil ook namelijk manager zijn, maar heeft er natuurlijk geen kaas van gegeten. Met die verstanden dat hij op zijn konto kan schrijven als onder zijn bewind 541 doden al, waarvan min 20 zegt vanaf deze man is aangetreden 521 mensen zijn onder zijn bewind namelijk de pijp uitgegaan. En hoewel die brandstofprijzen zijn aangepast,
We betalen nu 15 gulden voor een liter gasoline en diesel. Doet het ministerie van TCT, dat is transport, communicatie en toerisme. En daar voert de scepter namelijk ene meneer Jubitana. Die doet een beroep op zowel bushouders als chauffeurs om zich te houden aan de geldende tarieven. En dat is zo'n beetje gemiddeld 10 gulden per rit, dus 2. Heen en teruggaan is zo'n 20 gulden. En passagiers mogen op geen enkele wijze een hoger tarief in rekening worden gebracht dan werd, ze mogen niet overvraagd worden, zegt de minister. En het ministerie geeft aan dat die aanpassing van die brandstofprijzen een onoverkomelijk besluit van de regering is, als gevolg van die steeds stijgende prijs op de wereldmarkt. Ik begrijp er totaal geen jota van, om te zien wat voor ezels allemaal minister spelen in dit kabinet. Ik heb het gezegd, deze regering kan wat mij betreft direct naar huis, hoor. Dat heel zootje wegsturen, want dit soort wat stomiteiten moet ik als econoom allemaal over me heen laten komen. Ja? En men zegt, er komt een spoedoverleg met die particuliere lijnbushouders. Ja? En ze gaan trajecten uitstippelen om prijsaanpassingen en compensaties aan bushouders in goede banen te leiden. Maar aan de andere kant spreekt die goede man zich tegen, want hij zegt, er mag niks aangepast worden. En hij zegt, ja, er komt een spoedonderhoud. Maar dit zijn de dingen waarom alles hier in Suriname uit de hand is gelopen. De mannen hebben geen kaas gegeten van economie. Volgens mij, dat Chan zelfs weet het woord economie niet te schrijven. Laat staan zijn ministers, waarvan sommigen gewoon van de lagere school komen. Van anderen weten we, ze hebben een masterdiploma gekocht bij een van de instituten hier in Paramaribo. Van anderen wordt er zelfs verteld, die corruptie is zodanig, laat me het even zeggen, dat er dingen worden besteld op een bepaald ministerie. Er blijft heel veel over en die minister neemt het mee naar huis. Ja, over corruptie gesproken. We zouden het komen bestrijden. We zitten in Kong. Maar goed, dat is even namelijk terloops. Maar ik kan u zeggen, hoe het ook namelijk draait of keert, het is gewoon inzielen. Over die minister van TCT namelijk gesproken, hij was pas ook in Nederland. Er zijn 3 ministers naar Nederland gegaan en ze zijn gaan onderhandelen voor de SLM. Dat is eigenlijk compleet failliet, kan ik u zeggen. Ja? Maar wat ik niet heb begrepen, mensen of boze tongen beweren, het is gewoon een snoepreis geweest om wat zakgeld of daggelden te kunnen toucheren. Want op dit moment, zoals u zelf weet, is het kabinet in Nederland demissionair. Dus ze kunnen geen inhoudelijke afspraken maken met wie daar ook. Ja? Aan de andere kant zijn vrijwel alle ministers met reces. Ze zijn komen praten met de KLM over het leasen van een 777-toestel voor de Mid-Atlantische route. En een 737 om te kunnen vliegen op de korte afstand naar Miami. Maar ik begrijp het niet, want wat deze gasten ook niet weten, het merendeel van die aandelen van de KLM is namelijk bij Air France. Dus KLM heeft dat zodanig ook niet te zeggen als zodanig, tenzij ze natuurlijk een vliegtuig hebben, een beetje los uit het vloot, namelijk van, hoe noemen ze het, van de Air France, dan kunnen ze misschien een oude kist gaan verhuren aan Suriname, zoals wij namelijk hebben gezien dat ze een vliegtuig uit een kerkhof uit Nevada hebben gehuurd. De mensen zijn onlangs gevlogen, het was koel, dat ding rammelde van alle kanten. Een MD-82 was zo oud als de weg naar Methusalem. En de mensen hebben verschrikkelijk geleden te lijden gehad. Die kist moest ook even liggen voor Aruba. De mensen mochten niet eens inkopen gaan doen om wat te eten. Want ze hebben alleen een fles water gehad. Zo wordt er namelijk beleid gevoerd door een of andere Kaforu. Die ze namelijk hebben laten komen uit Nederland om de SLM met een schuld van 102 miljoen euro, Amerikaanse dollars zo u wil, ja, te komen redden. Maar wat denken deze gasten wel dat de KLM gek is? Want onlangs nog hebben we onze leasekosten niet betaald, waardoor die vorige kist die in Miami in beslag is genomen, nou het is in beslag genomen, het was van die leasemaatschappij, ja, hebben ze toen aan de ketting gelegd.
De hals over de kop. Er is geen geld in Suriname. Werd er 650.000 US dollar vrijgemaakt. Terwijl er geen medicijnen zijn en weet ik wat allemaal meer. Waarin doktoren geen fatsoenlijke operatie namelijk kunnen verrichten op dit moment. Maar dat geld is namelijk vrijgemaakt en die kist kwam vrij. Een paar weken later, amper 3 weken, 4 weken later, was weer lijden in last. Want toen werd die kist helemaal in beslag genomen. Ze hebben gezegd, ja, dat er waarschijnlijk geen geld meer. Dat andere geld was over de balk gegooid. Dus ze dachten, hé, laten ze die kist maar houden. Met in hun achterhoofd, terwijl de KLM weet dat je geen schulden betaalt, zijn ze gekomen om te leasen. Wel, ik denk dat de KLM of die directeur daar volgens mij een gat in zijn hoofd zal hebben, of een fusebron, of een fitreluso, om deze gasten namelijk een vliegtuig te gaan leasen. Want deze mensen betalen geen schulden. Denk maar aan Oppenheimer en al die andere schulden die ze moeten betalen. Maar, gek genoeg, als er wat is, is er fresh capital. Wat dat ook mogen zijn. Ja, dan komt er geld, plotseling geld boven water. Ze hebben gezegd, ze financieren namelijk niet monetair. Anderzijds hebben ze indirect toegegeven, we financieren de monetair, maar ze gaan niet meer monetair financieren, want ze gaan met IMF werken. Ik dacht dat dat contract zelf nog niet getekend is als zodanig. Iedereen zit een beetje te wachten. Maar ik kan u zeggen, ja, het zijn jokers. Die directeur, en dat vond ik zo prachtig, hè, die zei, en het kan dat boze tongen het beweren, het kan dat iemand een grap heeft gemaakt, maar de directeur van KLM heeft gezegd, ik heb voor het eerst een Indiaan in mijn leven gezien. En daarna heeft hij eigenlijk die jokers namelijk meegenomen onder die vleugel van die kist, want er werd net een lading AstraZeneca, dat jullie daar niet willen hebben, maar allemaal in Suriname nu gedumpt is, werd er geladen om richting Suriname te komen. Het wordt gratis vervoerd, ik denk niet door de KLM. Ik denk dat de Nederlandse overheid de KLM daarvoor betaalt. Maar toen zijn ze onder de vleugels gaan staan, als Nip en Snap en Pipo, ja. En hebben ze een foto gemaakt en die witte man weer natuurlijk genietend van binnen. Kijk, een stelletje apen. Ze zijn komen kijken hoe namelijk AstraZeneca richting Suriname gaat, ingeladen wordt in onze kist en daarna richting Suriname. Ik vraag me af wat ze zijn komen doen, want ze zijn daar volgens mij zondag aangekomen en woensdag zijn ze teruggekeerd. Dus heaven mag weten. Wat ik ook heb begrepen, ze zijn komen praten om een goed woordje te doen bij een IMF. Maar ik dacht dat Nederland heeft gezegd, ze bemoeien niet met dit soort van aangelegenheden van IMF. We hebben hier een vicepresident die grappen heeft zitten uithalen in Nederland en in Frankrijk. Hij heeft Sneeuwwitje begeleid met Johnson Poeder richting de Noordzee. En op een of andere manier heeft de rechter gezegd, we zijn niet getuind van dit soort van pedofiele activiteiten van begeleiden van kleine Sneeuwwitjes daar naartoe. En de man moet natuurlijk een gevangenisstraf daar zitten. De oppositie is sterk uitgekomen. Suriname is een failed state, ja. En ik betwijfel door of Nederland één vinger gaat branden om te onderhandelen naar IMF. Trouwens, ik kan u zeggen, hoeveel miljarden er ook komen, er gaat onder deze regering, net als onder Boudersen, niets en dan ook niks terechtkomen. Het volk zal het niet merken en de ontwikkeling zal er ook niet komen. Meneer Samson, even, de SLM is dus eigenlijk reddeloos verloren, ondanks de fresh capital. Ja, reddeloos, redeloos, ik weet niet wat voor loos, et cetera. Meneer, opdoeken dat ding, het is allemaal geldverslinderij. En we moeten oppassen, want volgens mij vliegen we niet met vliegtuigen, maar met vliegende lijkkisten. Maar nog even terugkomend op de particuliere lijnbushouders. Want stel, ja, de figerende tarieven zijn onvoldoende voor de particuliere lijnbushouders en de chauffeurs om, laten we zeggen, de exploitatie dekkend te krijgen. Stel dat deze mensen gaan staken. Of ze zeggen, we gooien het beltje erbij neer. Wat gaat de overheid doen, denkt u? Nou, meestal komen ze snel, dan weten ze geld hier of waar dan ook ergens te vinden. Niemand weet van waar. Vandaar dat men praat over fresh capital tussen aanhalingstekens. Want voor de verkiezingen had Santokki altijd gezegd, er komt namelijk fresh capital. Maar deze gasten, die dichten het ene gat en laten een ander gat ontstaan.
Wat ik eigenlijk wilde zeggen, want behalve de busdienst, zijn er nog serieuzere dingen hoor, die ons namelijk hier te wachten staan. En Suriname is op leven na dood, want en u weet het, ik praat met dokter, ik praat met iedereen. Sterker nog, mensen bellen ons voor deze nieuwsuitzending van of dit programma van Radio Tamara. Dus Jan, Piet en iedereen belt mij. Mensen komen bij mij over de vloer. Samson schijnt een opvangbak te zijn voor alles wat misgaat in dit land om door te geven. Omdat ze weten dat deze regering liegt als de pest. De leugen regeert. Ze weten, ze kunnen niet rekenen op de Surinaamse radiostations. Want deze regering heeft ze allemaal aan de ballen. Dus ze moeten maar doen wat hun broodheer namelijk zegt, ja. Maar misschien zult u het namelijk gehoord hebben dat meneer Wijnenbos, omdat hij het waarschijnlijk niet vertrouwde of wat daar ook, en hij schijnt een suikerprobleem te hebben, iets met zijn been. Hou me even ten goede hoor. Maar in elk geval is richting Nederland gekomen voor de behandeling. En er gaat ook nu een bericht, gaat viraal, dat er voor Wijnenbos namelijk 1 miljoen US dollar is betaald. Of zo je wil, euro. Nou, wat is namelijk het geval? Presidenten, oud-presidenten hebben in elk geval recht op medische behandeling als ze geen president meer zijn, ik dacht voor de rest van hun leven. En Suriname had namelijk een schuld, dat begrepen de mensen niet via dit station wat er precies gebeurt, want men heeft gezegd, dat is wat viraal gaat, dat Santoki 1 miljoen US dollar heeft laten betalen dat meneer Wijnenbos, Jules Wijnenbos, in Nederland behandeld kon worden. Wat ik heb begrepen is namelijk het volgende, dat Suriname een schuld had aan Nederland en in Colombia. En die schuld is nooit betaald. Trouwens, dit soort van grappenmakers, ja, ook de vorige regering, die betaalde geen schulden. De enige regering, heb ik gezien, waar echt schulden werden betaald, dat was die onder meneer Venetiaan in samenwerking natuurlijk met de president toen van de Centrale Bank. Daar werden de schulden echt zo veel mogelijk op tijd betaald. Maar deze mannen betalen geen schulden, Bouten, ze betaalden ook geen schulden. Maar die schulden zijn betaald, het was ongeveer een half miljoen om een half miljoen, die zijn overgemaakt, anders zou meneer Wijnenbos onder geen beding behandeld worden. Dat hebben de ziekenhuizen namelijk in Colombia en in Nederland namelijk gesteld. Maar nu moet hij nagaan. Terwijl dit gebeurt, kan ik u zeggen, op de afdeling urologie, ja, kunnen mensen niet behandeld worden, want het apparaat dat eigenlijk moet checken of mensen problemen hebben met hun prostaat, dus mensen die prostaataandoeningen hebben, die hebben een apparaat nodig van rond de 45.000, het kan maximaal tot naar Suriname 55.000 US dollar, kosten. En er wordt vanuit de regering totaal helemaal niks gedaan om dat apparaat aan te schaffen met alle consequenties van dien, ja, dat mensen die problemen hebben met hun prostaat, ik zeg nog geen prostaatkanker, maar dat er zullen ook mensen daar die daar aan lijden mee te maken hebben, die kunnen hun apparaat namelijk niet, en kan het apparaat niet aanschaffen met alle consequenties van dien. Misschien heeft u gehoord dat pater Esteban Cross naar Nederland is gegaan, richting Nederland, want hij heeft prostaatkanker, zoals hij heeft gezegd. Hij heeft gezegd, ja, iedereen mag erover praten. Hij is openlijk, hij is niet zo schmicht, namelijk als de minister van Volksgezondheid, waar je niet over COVID mag praten. En hij brengt iedereen voor de rechter, of een joker. Hij heeft gezegd, men mag erover praten, hij is openlijk. En die is richting Erasmus ziekenhuis gegaan. Ik weet niet of dat ding nog een Dijkzig ziekenhuis heet, maar richting Erasmus Universiteit, waar hij behandeld moet worden. Anders had hij hier behandeld kunnen worden, want we hebben hele goede doktoren. Ga ik namelijk naar de man die eigenlijk hartoperaties hier doet, dokter Voogd, ja. Daarvan heb ik begrepen van mensen die samen met hem werken, et cetera, dat hij geen materiaal heeft,
Onvoldoende materiaal. In elk geval, de hartoperaties die gedaan kunnen worden, die kunnen niet gedaan worden. Dus men is zelfs bang dat gaandeweg die operatie, ja, men tot de ontdekking komt dat bepaalde dingen die hard nodig zijn, terwijl die patiënt daar open en bloot ligt en het hart eigenlijk verder geopereerd moet worden, behandeld moet worden, dat die er niet is. Dus ik zeg u, er is wel geld, paisa, voor deze regering, want deze regering is geen beleid hoor. Als het beleid is, dan is het met lange ei. Ja? Het enige wat ze interesseert is paisa, money, money, money. En mij bekruipt het gevoel dat ik wil zeggen, ja, het volgende wil zeggen, maar dat bekruipt mijn gevoel, dat het niet gaat namelijk om welvaart en welzijn van dit volk, maar het gaat vooral om geld. Sterker nog, paisa, geld, is voor deze regering onder leiding van Chandrika Santokhi, waarvan hij zeker 3 racisten heeft, onder zijn heel dichtbij hem, 3 racisten, waarvan 1 grote racist, ja, een hele grote racist heeft hij, die andere misschien minder, die laten het niet al zodanig direct blijken, maar heeft 1 grote racist in zijn midden, die zo gauw mogelijk de land uitgestuurd moet worden, maar hij hoeft het niet te sturen, want ze gaan toch waarschijnlijk de 5 jaren niet halen, ja, gelet op het beleid, kan ik u zeggen, meneer, geld is het doel. Niet het middel om het doel te bereiken, maar voor deze regering is geld het doel. Vandaar dat mensen me zeggen, Wouter ze mikking en hoe noemen ze het, deze regering moet het meer maken of beter maken dat Wouter ze meer verdienen. Het is allemaal paisa paisa. Waar het vandaan komt, men noemt het fresh capital, men noemt het diaspora, een spoor van een dia capital, noem maar op, maar er is geen geld, maar op een of andere manier schijnt, wanneer er problemen zijn, het geld wel boven water te komen. Meneer Samson, een vraag van een luisteraar. De luisteraar stelt dat er zijn 800 laptops cadeau gedaan aan Suriname. En die zijn bij de First Lady terechtgekomen. En dat was een donatie van het concern Huawei. Yes. Maar ze zijn dus niet aangekomen bij het onderwijs. Maar ze waren wel bestemd voor het onderwijs. Weet daarom u, zeg ik, mij bekruipt het gevoel. Ik kan het niet bewijzen, dus ze gaan geen dingen zomaar zeggen. Maar de mensen zeggen, daar heb je die corruptie. Daar heb je nepotisme. Daar heb je van alles wat je Wouters hebt verweten, ben je bezig hetzelfde namelijk te doen. Maar je doet niets voor het volk. Je laat het volk verhongeren. Je laat prijzen zodanig de pan uitreizen dat mensen niet eens een fatsoenlijk stuk brood kunnen kopen. Dat mensen geen goede medische verzorging namelijk kunnen krijgen. Maar het enige wat je doet na een jaar is maar zeggen, allerlei loze stereopenisme. Ja? Je bezighouden met stereopenisme. Ja? Iedereen weet wat stereo is. Ja? Stereo is ruimte. Penis, zou ik zeggen, een beetje grof. Zoals mensen me zeggen, Samson, je bent zo grof in je mond. Maar ja, zo ben ik. Ik ben gewoon die jongen van Freeman Grong. Penis betekent lul in de ruimte lullen. Ja, dat wordt heel gretig gedaan en mensen dingen namelijk beloven. Maar, warempel, een 1000 waren er gegeven aan het ministerie van Onderwijs. Die dingen zijn toen opgeslagen bij Telesuur, waren ze opgeslagen omdat mevrouw Levens, de minister van Onderwijs, toen in quarantaine was. En er wordt verteld, maar men zegt het is een leugen. De president heeft toen een telefoontje gehad, die dingen liggen in de weg, ze moeten weggehaald worden. En toen heeft men gezegd, ja, stuur ze maar bij het kabinet van de president. Ze zijn gekomen namelijk onder het beheer van de First Lady, die eigenlijk met haar japonnetje, ik lach altijd om dat japonnetje van haar, et cetera. Echter, moet ze niet een beetje gaan kijken hoe een First Lady zich, ja, hoort te kleden bij andere First Ladies in de wereld, maar goed, et cetera. En enveloppen loopt te verdelen. Die heeft het onder haar beheer. 800 van die dingen zijn verdeeld. Meneer Santokhi heeft in het parlement gezegd, ze zijn heel goed terechtgekomen, maar er is geen fatsoenlijke verantwoording daarover gegeven. 200 heeft mevrouw Levens als minister van Onderwijs, die totaal geen begroting, budget heeft om er dingen te kunnen doen, die allerlei rotzooi heeft overgenomen, waardoor het onderwijs kapot is. Het
Het overheidsonderwijs is helemaal kapot, kan ik niet zeggen. Particulier onderwijs gaat het nu overnemen en moet dat doen voor ze. Anders hebben we ook geen goed onderwijs in Suriname. Nou, die 200 heeft ze kunnen krijgen voor die schoolkinderen. Maar die 800 is een groot raadsel. Van waar zijn ze? Het enige wat ik heb kunnen horen en wat mensen hebben gehoord in het parlement van de president, ze zijn goed aangekomen. Maar waar is die verantwoording daarover? Bovendien, het was niet om lukraak te verdelen voor Jan Piet en iedereen langs de straat of weet ik wat. Het was bedoeld voor schoolgaande kinderen. En zie maar daar dat mensen boze tongen beweren, zie daar die corruptie. Ik weet niet of het corruptie is, de tijd zal het moeten uitwijzen. Maar ik zit me af te vragen of de president zijn vrouw eigenlijk die zaak niet moet geven aan de PG om die zaak te laten onderzoeken waar die laptops allemaal zijn. Het is als grap bedoeld hoor, maar ik kan alleen maar lachen om deze jokers. Meneer Samson, een ander actueel punt. Er is een maatschappelijke discussie gaan in Suriname of de verkoop van een oliebron moet plaatsvinden om de schulden te betalen en om de armoede te bestrijden. Mevrouw Patricia Ednel heeft zich onlangs hier fel tegen gekeerd en ze zegt, er zijn voldoende mogelijkheden dat Suriname zonder verkoop van oliebronnen hier bovenop kan komen. Hoe kijkt u er tegenaan en hoe kijkt men in zijn algemeenheid hier tegenaan in Suriname? Nou, ik zal mijn mening niet geven wat daar, zoals ik eruit. Ik heb mijn duidelijke mening, maar ik moet ook natuurlijk oppassen, want ik moet u wel één ding zeggen, onder Boutersen hebben wij nooit last gehad, ja. En ik heb ook nooit last gehad van Boutersen, ondanks die wreedheden die ik richting insmeet over corruptie, diefstal en weet ik wat allemaal meer. Op een of andere manier, ik denk, vrijwel niemand heeft last gehad van wat men ook zei. Deze mensen, heeft men me wel gewaarschuwd, Samson, wees voorzichtig met deze mannen van de Orange Movement, want ze verdragen niet. Je weet dat ze onze uitzending, en we weten het, elke zondag weer namelijk boycotten. Ik heb zelf mensen gehad die mij hebben gevraagd om met deze uitzending te stoppen, omdat ik eventueel zou kunnen meedoen in een project waar ik wat geld zou kunnen verdienen. En ik heb ze toen ook gezegd, kijk, ik ben een man van karakter. Mijn woord is mijn woord. Ik heb mijn woord toen gegeven, namelijk aan meneer Botse. Ja, en we hebben toen gewerkt dat Chan Santokki hoe dan ook president van dit land kon worden, want we waren moe geworden van die capriolen van Boutersen. Mensen zeggen nu, als we gaan vergelijken, ook mensen die hebben gestemd namelijk voor de Orange Movement, voor deze gasten, dat de VAP of dat meneer Santokki 20 zetels kon krijgen. Samson, die armoede die we nu meemaken is erger dan onder Boutersen. Erger, en dan komt er nog iets bij kijken, en dat geldt niet voor Hindustanen, maar dat stukje racisme wat ze namelijk willen doordrukken. Gelukkig trappen die Hindustanen daar below, die mensen die ik noem de Chamaars in feite, die trappen er niet in, die willen er niks van weten, maar die druk Wansani. En nogmaals, er is één minister in het kabinet, laten ze het gaan uitzoeken, die is tot in zijn kies, in dat gat van zijn kies is die man een racist. Ik durf niet te zeggen, ja. Maar Boutersen bracht me geen mensen voor de rechter, en weet ik wat allemaal meer. Dat doet deze gasten wel. En men heeft me gezegd, Samson, hou er rekening, ze kunnen levensgevaarlijk. Let op je leven, want ze kunnen van alles wat in hun machtsdrang, ja, kunnen ze van alles doen. Maar meneer Samson, moet de overheid een oliebron verkopen? Ja, maar dit moest ik even nog kwijt, voordat ik antwoord zou geven op uw vraag. Want ik kan u zeggen, voor die verkiezingen van 25 mei had de VAP en vooral meneer Santokki hevige kritiek namelijk op Boutersen. Toen ze namelijk hadden vernomen dat meneer Hoefdraad, dacht ik, een offshore, een van die offshore olievelden van staatsolie, hij zou het willen verkopen. En dezezelfde president liet haar zijn verontwaardiging eigenlijk blijken in een communiqué waarbij hij stelde dat terwijl burgers worstelen met COVID-19 de regering stiekem bezig was om voor een appel en een ei eigenlijk de toekomst van Suriname te verkwanselen, dus te verkopen. En misschien kunt u zich dit nog heel goed herinneren. De mensen met een goed geheugen, die kunnen het waarschijnlijk nog herinneren. Ja, en hij vroeg zich af hoe het mogelijk
is dat zoiets kon gebeuren. Maar wat ik mij wel afvroeg, ja, hoe is het mogelijk dat binnen een jaar tijd Santokki nu een heel anders overdenkt? Want ook Brunswijk is er mee gekomen. Maar ik heb een ander verhaal gehoord hoe dat ding namelijk is toegegaan. Dat Brunswijk heeft gezegd, laten wij een oliebron verkopen. Dan kunnen we onze schulden betalen en namelijk die honger namelijk van de mensen stillen. Er is een addertje onder het gras, zoals dat spel namelijk is gespeeld. Maar dat zeg ik u, want ik wil even het antwoord geven op mijn uiteenzetting. U weet dat tijdens het bewind van de regering Boutersen heeft Gilmore Hoefdraad meerdere malen geprobeerd om die oliebronnen van staatsolie te verkopen. Dat weet iedereen. Dat is publieksgeheim. En zoals u weet wilde hij de Surinaamse oliebronnen offshore verkopen aan een buitenlands bedrijf. Er is, als ik me nog kan herinneren, zelfs correspondentie gevonden waaruit blijkt dat Hoefdraad bezig was met onderhandelingen buiten staatsolie om. En naar ik heb vernomen kwam de directie van staatsolie erachter waar Hoefdraad mee bezig was en heeft toen alles gedaan wat in haar macht lag om deze onderhandelingen namelijk te torpederen. Die ex-directeur van staatsolie, ja, heeft, als ik heb goed begrepen, heeft zelf oneenigheid gehad met Hoefdraad over deze zaak. En dat er harde woorden toen zijn gevallen. We weten het, we hebben een hele goede directeur namelijk gehad. We hadden Jarab en na Jarab heeft die goede meneer overgenomen. Ik heb hem zelf leren kennen. Een hele, heeft het bedrijf goed gedraaid, laten we het zeggen. In elk geval, in het geval van deze directeur waarover ik het heb, hij is pas met pensioen gegaan, zijn we, of wij van Suriname moeten de man verschrikkelijk erkentelijk zijn voor zijn integriteit, zijn moed, zijn bereidwilligheid om onze belangen, de Surinaamse belangen, te alle tijden te waarborgen. En ik kan u zeggen, zonder de moed van die meneer Elias, de moed en zijn standvastigheid, waren onze oliebronnen waarschijnlijk nu in buitenlandse handen. Het signaal was toen al duidelijk dat staatsolie niets zou verkopen en dat de enige, moeten de mensen weten, de enige partij die daarover kan onderhandelen is conform de wet, dat is staatsolie. Dat zeggen de statuten. Niet de regering, niet de regering Santokki, niet Brunswijk, niet de minister van Financiën en nog minder die ene domme minister van Natuurlijke Hulpbronnen kunnen hierover onderhandelen. Nogmaals, het betreft blok 58 en blok 58 is voor de volle 20% van staatsolie en niet van de staat. Dus nogmaals, alleen staatsolie kan een of andere bron als ze willen verkopen, verkopen. Niet die jokers en dat brandhout dat er nu aan zit en dit zichzelf een regering noemt. Duidelijk, meneer Samson, een andere vraag betreft 1 juli. De 1 juli viering is net geweest, Kitty Kotti, Manspassi Day. Hoe was het in Suriname? Niet veel, want er was lockdown, zoals u weet. En ik had u gezegd, een kerst mochten de christenen hun feest niet vieren. Want dat vond de minister van Volksgezondheid niet nodig. Oudjaar ook niet. Ik had u toen al voorspeld, kijk maar, Pagua komt eraan, dan gaat er geen lockdown zijn. En ik heb toen ook voorspeld, na een Pagua, dan gaat u namelijk zien dat er weer lockdown gaat zijn. Dat hebben we ondertussen geweten. En ik heb gezegd, ook toen 1 juli, de mensen moeten waarschijnlijk van nodus gaan doen met de toestanden wat ze hebben overgehouden, namelijk vanaf 1 juli. Dan gaat er weer een lockdown komen. En daarna zal die lockdown namelijk weer opgeheven worden. Maar in elk geval, wat ik u daarover kan vertellen, er is een meneer Wijngaarden, hij heeft de mensen wel opgeroepen, maar heeft gezegd, die politieke leiders zijn ondanks, ze waren uitgenodigd, niet geweest na de jaarlijkse Kitty Kotti bij Kwaku. Ze waren waarschijnlijk bang voor COVID. En dit is volgens Iwan Wijngaarden, voorzitter van een of andere federatie hier, een grote tegenvaller geweest voor die organisatie.
En hij zegt, ja, de VAP heeft wel laten weten dat die parlementariërs vanwege COVID er niet aanwezig zouden zijn. Waarschijnlijk bepaalde van die ministers, niet allemaal hoor, want niet allemaal zijn racisten, maar bepaalde van die ministers, niet de VAP van de Orange Movement, ja, die zijn absoluut geen ministers, maar anderen die moeten waarschijnlijk niks hebben van Afro-Surinaamse toestanden. En, maar in elk geval... voor de rest heeft niemand meer wat van zich laten horen. En hij zegt, ja, hij is diep teleurgesteld. Ze hebben niet eens het fatsoen genomen om te bellen. Meneer Iwan Weygaard heeft ze allemaal een brief gestuurd. Maar ze zijn niet gekomen. En dat symboliseert volgens hem dat er nog te weinig eenheid is. Vooral onder de Afro-Surinamers. Het was, moet ik zeggen... Allemaal triest voor de man. En hij heeft wel gezegd, excuus van betrokkenheid aan de slavenhandel van mevrouw Femke Halsema. Aan de Nederlandse Afro-gemeenschap noemt hij een positieve zaak. Maar aan de andere kant zegt hij, heeft niks aan excuses, hij moet ook geld zien. Maar ik zeg, Surinamers, al geef je ze 1000 miljard. Binnen no time hebben ze alles verkwanseld. Kijk maar hoeveel kansen ze hebben gehad. Om terug te komen, we hebben 541 doden al door COVID. En dan pak ik maaspassie. De mensen mochten hun maaspassie niet vieren. Ja? En zaken daarvoor als Mahabir, die van Odu dinges verkopen. En Renna Glenn, u weet, de mensen met een cultuur, met een 1 juli, die mochten niet. De mensen die misschien in Winti wilden gaan dansen op 1 juli, dat mocht niet. Maar ik heb gezegd, direct daarna gaat hij zien, die lockdown wordt opgeheven. En dat klopt ook, het is opgeheven, want volgende week zondag dacht ik, heb je een feest dat past bij de minister van Volksgezondheid. En dat feest heet Ratha Yatra. Het op 11 juli aanstaande wordt het gevierd. En ik kom niet aan de mensen hun godsdienst. De gelovigen moet je respect namelijk voor hebben. Maar ik heb het over het beleid van die minister. Ja? En de mensen hebben gezegd, ze gaan in processie, gaan ze trekken door de stad in de districten. Met de pralenwagens, de beelden van ene god Jaggernat zal erop zijn. Meneer Samson, even een ander punt. Ik weet niet of je hiervan gehoord hebt. Dat na de verplichte lockdown er medewerkers van het ministerie van Openbare Werken terugkwamen op hun werk. Goed geschoolde medewerkers. En ze kregen te horen dat ze niet meer welkom waren. En dat ze vervangen waren door andere medewerkers die misschien loyaler, ik weet het niet. Ze waren in ieder geval vervangen. En heeft u hiervan iets gehoord? Ja, ik heb zoiets gehoord, maar eigenlijk, ja, hoe zou ik het zeggen, zo fra in het Surinaams. Aan de ene kant worden werkelijk NDP'ers gelaten. Aan de andere kant voert men weer een ander beleid waar ze mogen blijven. Niemand weet ervan, maar van deze minister van openbare werken, die pretendeert namelijk bouwkundig ingenieur te zijn, civiel ingenieur te zijn, kan ik u wel één ding zeggen. Niemand weet waarmee hij bezig is. Het is alleen maar praten. We zien de stad loopt onder water. Je kan zeggen, ja, het is onder het vorige kabinet al gebeurd. Hij heeft 100 miljoen gekregen binnen no time, was dat geld namelijk verdampt. En die ontwatering, die is helemaal ten voeten ten hemel schreeuwend. Straten zijn allemaal kapot. En dan ga ik even een andere zijweg in moeten uitslaan. Want Van Rempel, ik heb ervan gehoord. En iemand legde me eigenlijk uit wat er namelijk gebeurde. Maar ik moet u zeggen, ik luisterde even met een half aandacht. Want ik was even met iets bezig toen men mij dat vertelde wat u mij vertelde. Maar volgens deze minister, meneer Noor Mohamed, heeft men voorheen geëxperimenteerd bij wegen aanleg. Die man liegt. Dus daarom heb ik gezegd, ze moeten dat hele kabinet op schouder meten. Eigenlijk, dat hele kabinet kan liever nu weg, want toen is je straat. En dan komen er desnoods nieuwe verkiezingen of wat dan ook. Maar ze gaan niet weggaan. In het ergste geval gaan we krijgen wat we onder Abaiza hebben gehad. Ja? Dat wanneer ze het volk op straat gaat komen en het volk wil ze niet meer, dat ze op het volk
kunnen gaan schieten, kunnen gaan. Althans, wat het gevoel van sommige mensen zeggen om terug te gaan naar 1973. Maar hij vindt, goede ingenieurs hebben geëxperimenteerd. Ik kan u één ding zeggen, het is niet waar. Eén van de mannen die namelijk toezicht heeft gehouden op de werken toen van Dalian, waar de straten onder Venetiaan enorm geasfalteerd zijn, dat is ingenieur Frank Plever. En er is goed werk daar verricht, ja. Heeft zich goed van zijn taken gekweten. Alleen deze minister deugt niet, maar hij zou en hij moest namelijk minister worden, want hij geeft les op een of andere Kaikoussi universiteit, ja. Heeft hij les gegeven en hij denkt les geven, maar nooit de praktijk onder de knie te hebben gehad dat het is. En ik kan u zeggen, de minister zegt het heeft enorm veel geld gekost, al die wegen aanleg. En het werkt nu ook in het nadeel van zijn ministerie. Maar ik kan u zeggen, slecht wegdek. Van Hogeruitstraat, daarvan heeft de minister gezegd, we krijgen een zesbaansweg. En in het verlengde zei ik, waarom is Santokki niet komen zeggen met flyovers direct? Want alles van Boutersen zegt niet na, ja. Gompertstraat. Ik reed zonder reserve, speer. Die band is niet te vinden. Grote gaten die al jaren opgelapt. Ja, ze waren opgelapt natuurlijk. Maar gewoon gaten. Tot Lufouweg, Latourweg, noem maar af. Dus behalve dat die kuilen erger worden door die regens, raken heel wat bromfietsers betrokken bij ongelukken. Weet je hoeveel bromfietsers al dood zijn gegaan door slecht wegdek? U weet, pas in corona is er zelfs een grootmoeder en een kleindochter namelijk overleden. Omdat iemand, ja weliswaar zonder rijbewijs, een groot diep, is geen gat, is een krater, moest ontwijken. Die jongen zit er nog steeds, wat heeft gereden zonder rijbewijs, ja. En die mensen zijn namelijk doodgegaan. Dus door het slecht wegdek kan ik u zeggen, zelfs mijn auto, onderstel van mensen, die gaan allemaal kapot. Maar wat deze minister doet, ja, het is alleen maar gebrabbel, praten, gebakken lucht. Stereopenisme, zoals ik het al noemde, et cetera. En Noor Mohammed heeft een keertje zelf tijdens zijn betoog aangehaald dat bij de wegen gekeken zal worden naar andere mogelijkheden om de infrastructuur in ons land te verbeteren, waarbij het budget ook gereduceerd zal worden. Zelfs die hond van me, ja, mijn Pekinees is erachter gekomen. Deze minister weet niks. Volgens mij, die Pekinees van mezelf weet meer dan dat. Want u moet even komen kijken naar de wegen. U moet komen kijken, sluisdeuren die niet op tijd sluiten. Ja, er wordt totaal niks gedaan. Het is allemaal gebrabbel. Ze wachten op IMF. IMF is voor betalingsbalans steun. Ik heb nooit gehoord voor begroting. We zitten met een begroting van 7,7 miljard. Dus ze zullen moeten gaan lenen terwijl ze van IMF niet meer zullen mogen lenen. Ik kan u één ding zeggen. Met de komst van deze regering, met 353 dagen, nog 12 dagen te gaan naar een jaar, waarvan we verwachten dat heel kabinet eigenlijk naar huis gaat. En als Santokki wil blijven en hij wil een omslag maken en zijn first lady even parkeren, want die vrouw werkt irritant naar iedereen in dit land toe. Ja, ze kent haar plaats niet, ze kent haar werk niet. Laat ze gaan naar mevrouw Boutersen, laat ze gaan naar mevrouw Venetiaan, om even te kijken hoe het namelijk moet. Dan namelijk enveloppen lopen te verdelen en laptops en al dat soort van dingen meer. Haar sociale taak, kan ik u zeggen, het is een kwestie van tijd, wanneer. Als ze 5 jaar halen, zullen we alleen maar zelfmoord hebben van mensen, hongersdood en weet ik wat allemaal meer. Dus wat mij betreft kunnen ze liever op dit moment, ze konden liever gisteren verdwijnen dan vandaag. Ja, meneer Samson, we zijn gekomen aan het einde van het tweede uur. We danken u voor uw bijdrage en tot de volgende keer. Luisteraars, ja. Dit was het programma Wel Geïnformeerd op deze zondag. Een goedenavond.